These are the questions that you should be asking when we're live. Hij is een hele rare vertoning, is die jongen. Wat is dit? He's like Stuttgart at the moment. VfB Stuttgart can beat Bayern Munich. Vrienden van de darts, een goede dag en welkom bij de vierde aflevering van De Top. Er is weer heel wat te bespreken, veel actualiteit. En we hebben opnieuw een zeer interessante centrale gast voor vandaag. Opnieuw is Damien Vlottes vanuit Nederland erbij. Damien, goeiedag, hoe is het met je? Ja, goeiedag Matthias. Ja, het gaat goed. Een tijdje geleden hebben we elkaar gesproken natuurlijk. 2 weken, zoals altijd. Een hoop gebeurd sinds de vorige aflevering. Tong heeft het losgemaakt in ieder geval. Kijk uit naar weer een nieuwe aflevering. Ja, zoals we dus zeiden, er is heel veel te bespreken. Dus we zullen heel snel overgaan tot de introductie die ik heb geschreven voor onze centrale gast. En het is een vrij lijvige. Want, dames en heren, ik mag met enige trots onze vierde gast van Double Top aankondigen. In de jaren 90 en begin jaren 2000 kroonde hij zich tot meervoudig Belgisch kampioen. Maar al snel zou blijken dat België te klein zou zijn voor de man in kwestie. In 1995 volgde zijn grootste succes misschien wel de eindzege op de Winmar World Masters. En hij zal voor altijd de enige Belg zijn die dit ter ziele gegaane toernooi wist te winnen. 6 keer stond hij op het BDO-WK, waarbij een kwartfinale in zijn laatste deelname zijn beste resultaat was. De overstap naar de PDC lonkte, maar na 2 deelnames op het PDC-WK sloeg het noodlot toe. Een werkongeluk beëindigde zijn professionele carrière en darts verdween helemaal naar het achterplan. Tot corona kwam. En in die tijd VTM besloot om darts op nationale tv in België uit te zenden. Als co-commentator is hij dé man die zijn volk leerde rekenen en darten. Want naast het commentaar geven kan je bij de man in kwestie terecht voor darts-workshops. Hij schreef al boeken over darts en hij is het brein achter de VTM Darts Academy met de hoop op meer Belgische tourkaarthouders in de komende jaren. Er valt dus over heel wat zaken te praten naast de actualiteit van het moment. Dus het is hoog tijd om onze centrale gast erbij te halen. Welkom, Erik Larijs. Hey Matthias, lang geleden. Dag Erik, vond je de intro een beetje goed? Ja, dat is niet slecht. Hè? Ja, dat schept toch wel heel goed samen hoe het verlopen is met mijn carrière. Ja, Erik, ik wens natuurlijk dat je nog heel veel jaren bij ons blijft, maar het zou nog iets kunnen zijn op een grafzerk. De man die zijn volk leerde rekenen en darten. Ja, dat zou wel een leuke spreuk zijn, natuurlijk. Ja. Goed. Rekenen, ja, het hoort erbij. Hè. Dat klopt helemaal. En daar komen we zeker nog in de uitzending op terug. Maar Damien, jij wil eigenlijk van start gaan met iets dat betrekking heeft op onze vorige gast, op Vincent van der Voort zijn uitspraken. Ja, we hebben een hele leuke aflevering gehad, denk ik, met Vincent. Vincent is altijd iemand die goed kan spreken, natuurlijk. En we hebben ook wel gelachen en goede discussies gehad over darts. Het ging natuurlijk ook even over Koos Tompé. Er werden nog wat oude koeien uit de sloot gehaald. En wij keken daar toch wel van op van het verhaal. Wij kenden het verhaal nog niet, Matthias en ik. Ik vond het wel even netjes dan om aan Koos Tompé dan te vragen wat hij ervan vond. Maar laten we eerst even luisteren naar wat Vincent ook weer precies zei. Dat is niet alleen, hè. Ik bedoel, hij heeft achter de rug om van Michael geprobeerd een boek te schrijven met mensen. En te proberen geld aan te verdienen. En als je hem daarmee hebben toen geconfronteerd. Tijd het voorwoord alles geschreven en blijft hij zeggen dat hij dat niet gedaan heeft. Ja, dan ben je wel een leugenaar. En daar hebben we hem mee gekomen. Dat boek wou hij promoten via RTL. En de schrijver had ook een pseudonaam en weet ik het allemaal. Ze wouden het een beetje, ja, op een achterbakse manier wou ze dat neerzetten. En ja, daar zijn we toen achter gekomen, hebben we mee geconfronteerd. En ook wat er in het boek stond. En ja, en als iemand dan gewoon gaat liegen daarover, ja, dan houdt het gewoon op. Ja, dat was dus nogal een uitspraak. Ja, dat was heftig wel. Ja, het was inderdaad wel even heftig inderdaad over dat boek. Ik had dus even aan Koos van P. had ik een WhatsAppje gestuurd. Ik zei, goh, wat is jouw reactie op hem? Ik vind het eigenlijk niet nodig om er heel erg op te reageren. Wil het verleden vooral laten rusten. En dat ze niet belangrijk voor elkaar zijn. Het is gewoon, hij laat het verleden gewoon rusten en heeft geen zin om nog verder uitgebreid op te reageren. Hij betreurde het in ieder geval, als ik de toon van het appje lees, betreurt hij in ieder geval wel gewoon de situatie. Maar ja, ze hebben niks met elkaar, denk ik, kunnen we concluderen. En dat zal ook nooit gaan gebeuren, denk ik. Nee, ja. Is nu eenmaal zo, hè. De ene kan je beter af dan de andere, zeker. Maar ja. Ja, inderdaad. Niet aan te doen. Bedoord. Maar Nederland was ook in de ban de voorbije tijd van ander nieuws toch wel, hè, Damien? Ja, ik begreep dat die bij jullie niet super bekend was, Toon Grebe. In Nederland zeker wel.
zeker meegedaan aan het PDC-WK. Hij is vorige week maandag is hij overleden op 35-jarige leeftijd. Echt wel natuurlijk een bizar jonge leeftijd. En ja, waar hij de afgelopen maanden vooral mee, of afgelopen jaren vooral mee in de media kwam, was zijn meerdere amputaties. Eerst is zijn rechtervoet is geamputeerd, als ik het goed zeg, daarna zijn linker onderbeen. Ja, dat is natuurlijk iets wat je niemand gunt. En dat heeft hem ook echt zijn dartcarrière gekost. En uiteindelijk dus ook, ook zijn leven. Dus ja, echt verschrikkelijk nieuws vorige week. Voor ja, mij vreselijk inderdaad. Ja, klopt. Nu, ik heb eerlijkheidshalve toegegeven, Damien, dat ik de man niet zo goed kende. Erik, heb jij die man gekend van naam of zo? Ik heb hem gekend, ja. Ik heb hem een paar keren tegengekomen op toernooien. En ik moet zeggen, ja, altijd een, ja, toen was hij nog een jonkie. Een vriendelijke jongen. Echt wel met zeer groot potentieel om het toch heel ver te kunnen schoppen. Maar zo had je wel enkele jonkies in die tijd. Je had ook Jantje Dekker. Toon Grebe, dat was zo wat dezelfde generatie, als ik me niet vergis. Ja. Maar Toon Grebe was wel een speler die het echt wel ver kon schoppen. Ja, het was ook een speler die echt wel plezier had in het spelletje. En als je plezier hebt in het spelletje, dan kan je echt wel heel ver geraken. Dus je moet niet altijd dat spelletje au sérieux nemen om de absolute top te bereiken. Dus het was misschien wel soms een speelvogel op het bord. Maar wat hij soms op het bord liet zien, vond ik echt wel zeer indrukwekkend. Maar Ja. ik heb Toon Grebe zelf wel gekend. Ik heb hem een jaar of twee, drie, ik denk zelfs een jaar of vier meegemaakt toen wij toernooi speelden. Wij speelden heel vaak toernooien in Nederland. En dan kwamen we die jongens heel vaak tegen. Wij waren altijd met een select groepje die de toernooien afschuimde. Waaronder ook wel ja, de Beast was, Guy Christijn, die ook een zeer geziene figuur was in Nederland. En ja, wij trokken ook wel op met zulke personen zoals Toon Grebe hoor. Ja, het is in ieder geval natuurlijk verschrikkelijk hoe het is afgelopen. Ja, dat is wel 100 keren, 1000 keren erger dan wat ik meegemaakt heb. Bij mij was het mijn rechterarm die mijn carrière gekost heeft. Bij hem heeft hij niet alleen zijn carrière gekost, maar uiteindelijk ook ja, zijn leven. En dat is, ja, dat is echt wel zeer dramatisch. En dat wens je echt wel je ergste vijand nog niet toe. Nee, 35 jaar, dat is geen leeftijd om te sterven, dat is duidelijk. Nee, vooral ook wat ik begreep is dat zijn rechtervoet werd geamputeerd. Daar heeft hij nog op zich mee kunnen leven. En hij heeft daarna ook zijn dartcarrière opgepakt. En hij won nog de Polish Open. Maar dat hij na zijn tweede amputatie aan zijn linkerbeen, daarna heeft hij geen pijl meer aangeraakt, begreep ik. Nee, dan is hij niet meer te boven gekomen. Dat heb ik ook vernomen via. Eerste amputatie aan zijn rechtervoet, dan heeft hij nog kunnen verder blijven spelen met dan een prothese. Maar dan, ja, dan is dat verder ontwikkeld en dan is dat gewoon ja, een ander been ook nog geamputeerd. En ja, dan is het gewoon ja, einde verhaal. Hè. Ja. Qua dartscarrière toch. Ja, ik pak ook van de week John Sterk, was een goede vriend van hem, van Sterk Darts, die zou bij jullie ook allebei bekend zijn. En die vroeg ik, ja, wat is precies nu de doodsoorzaak van Toon, waaraan die is overleden? Dus daar kunnen we even naar luisteren. Ja, Toon is natuurlijk 2 jaar geleden, diabetes heeft hij al heel zijn leven, vanaf zijn 16, 17, 18 dat hij diabetes kreeg. En zijn nieren deden het de afgelopen 2 jaar niet meer goed en was wel behoorlijk ziek geworden. Dus hij moest ook 3 keer in de week dialyse. Hij is vorig jaar november is zijn andere been natuurlijk geamputeerd. Een aantal jaar geleden was al 1 been geamputeerd en vorig jaar zijn andere been. Ja, en het lichaam was gewoon was uiteindelijk gewoon op. Ja, dus je zou verminderen. Als dan ook darts je leven was, als dat volledig wegvalt, ja, dan val je echt wel in een heel zwart gat. En dat is heel moeilijk om daar bovenop te geraken. Ja, en John haalde ook nog een leuke anekdote op. Dat hebben we ook nog even gedaan. En dat was wel echt wel een leuk verhaal, vond ik wel, dat hij vertelde dat hij er ook wel om kon lachen na die eerste amputatie. En ze gingen graag naar FC Den Bosch samen en daar had John nog wel een verhaal over. Ik heb in de winter een keer daar gezeten. Oh, toen regende het en die regen die kwam onder de overkapping. En dus we werden helemaal nat en het was ook nog eens kei koud. Hij zei, toen had hij die prothese al.
Hij zegt, John, ik heb het zo koud. Mijn been wordt er helemaal hard van, zegt hij. Mijn been wordt er helemaal hard van, zegt hij. Ja, zijn been werd er dus helemaal hard van, inderdaad. Mooi dat hij er af en toe nog grapjes over kon maken. Het was hem was een beter... Ja, Tom greep het hem voeten uit. Hè. Hoe moeilijk het ook was, dan toch nog de humor erachter vinden. Ja, die humor heb je soms nodig om er toch wel door te geraken. Ja, wat ik zeg, hem was een beter lot gegund. Ik denk in ieder geval namens ons allemaal dat we zijn familie in ieder geval een hoop steun wensen. En hopen dat Toon zijn rust heeft gevonden. Ja. Ja, het is geen fijne boodschap waarmee we moesten beginnen. Maar wel eentje die we inderdaad moesten bespreken. Inderdaad. Maar we zullen het misschien, hoe hard het ook klinkt, de wereld draait helaas verder. Het over... inderdaad nog een aantal andere zaken hebben. Actualiteitsgewijs. Er zijn een x-aantal vloertoernooien afgewerkt. Een stevig aantal. Wat de vloertoernooien betreft zit dat seizoen er bijna op. En wat enorm opviel in het laatste vloertoernooi, plots kregen we een finale tussen de nummers 84 en 77 van de wereld. Meer bepaald Radek Shaganski en Connor Scutt. Shaganski die het wist te halen. Erik, we hebben al heel vaak gezegd, de top bij de PDC lijkt alsmaar te verbreden, maar als we vloerfinales gaan zien tussen de nummers 84 en 77, dan wordt het wel heel breed. Ja, maar ja, dus dat is wat ik altijd zeg. Vroeger had je een select crunchje die eigenlijk op voorhand kon zeggen van tussen die 20 personen, daar zit de winnaar tussen. Maar nu heb je eigenlijk van die 128 heb je eigenlijk 120 personen waar je kan van zeggen van ja, als deze persoon wint, ja, dan verschiet ik daar niet van. Dus je ziet daar soms gemiddelde verschijnen in die vloertoernooien dat echt wel duizelingwekkend is. En dan als het jouw dag is, ja, dan win je gewoon een toernooi. Hè. Het is gewoon ja, een gegeven. De top is gewoon veel breder geworden. De top is niet veel sterker geworden, zeker niet, want ze gooien geen... ik heb nog geen enkele speler geweten die continu 120, 130 gemiddeld gooit. Dus dat mag je vergeten. Maar alleen, er zijn enorm, maar dan ook enorm veel spelers die 100 gemiddeld in die arm hebben. En die 100 gemiddeld in die arm hebben, dat is momenteel nog altijd barrière. Hè? Als je 100 gemiddeld in je arm hebt, dan kan je eigenlijk van iedereen winnen. Er is geen enkele speler die... momenteel daar echt wel torenhoog bovenuit steekt die dan dat overklast met 120, 125 gemiddeld tegen te zetten. Dat gebeurt niet alleen. Er zijn veel meer spelers die 100 gemiddeld kunnen gooien. Ja, en dan kan je, zoals je inderdaad zegt, van iedereen winnen, want ze hebben echt wel en route naar de finale mooie namen uitgeschakeld. Shaganski onder meer. Dimitri van den Berg uitgeschakeld. Johnny Clayton onder meer uitgeschakeld. Scutt die rekende af met Kim Huibrechts. Met Ross Smith, met Gary Anderson en Gian van Veen. Dat waren eigenlijk allemaal zware dobbers toch wel. Dus puike prestatie voor de twee heerschappen. Ja, dat is alleen maar, dat is alleen maar goed voor de sport. Hè. Als telkens altijd dezelfde zou winnen, dan zou de sport zeer, zeer saai worden en zeer saai zijn. Als je nu af en toe eens een vreemde eend in de bijt hebt, dan dat geeft dan die andere spelers van dat lot echt wel de moed om toch wel ook zo eens een prestatie neer te zetten. Zo heeft Kim bijvoorbeeld in het begin van het seizoen ook een Player Championship vloertoernooi gewonnen. Dus dat is ook niet de speler waar je vooraf aan het toernooi zegt van... Wel, Kim gaat een toernooi winnen. Hij is een van die 100 spelers die het kan. Maar je gaat hem niet vooraf naar voren schuiven als een favoriet. Maar hier zijn er dan toch, door dit, Erik, toch veel spelers die daar misschien moed uit moeten kunnen putten. Ik neem maar een voorbeeld. Brian Rahman dreigt zijn toerkaart te verliezen. Maar als hij bijvoorbeeld één goede run kan doen, daardoor zich kan plaatsen voor het WK nog of zo, ja, dan dat zijn toch dingen waar hij dan moed uit moet kunnen putten, bijvoorbeeld. Ja, maar elke toerkaartholder momenteel, die kan een goede run doen. Hè. Je ziet een Scott... Dat zou je ook niet vooraf zeggen van ja, die speelt hier even een finale. Die Tsjech, Radganski, die gaat ook niet vooruitschuiven als zeggen van die gaat hier een toernooi op zijn naam schrijven. Je gaat toch altijd wel voor de klassieke namen. Dat is echt wel het mooie momenteel van de sport. Hè? Dus dat het heel, heel breed is geworden. Ja, zeker. Ja.
Ja, en alleszins, het legt de twee heerschappen geen windeieren, want ze mogen dus nog in actie komen op de Players Championship Finals en het WK Darts. Dus zo één goede run kan heel veel betekenen voor je ranking en noem maar op, hè. Ja. Nu, wat betreft die Players Championship Finals, stilaan gaan we zo wat een beeld krijgen van het deelnemersveld. De top 64 plaatst zich van die vloertoernooien. Wat wel opvalt, Erik, er zijn jongens die grote namen die er niet bij gaan zijn voorlopig, zoals een Espinel en een Peter Wright. Dat is wel opmerkelijk, vind ik. Ja, dat is zeer opmerkelijk. Maar ja, zie je maar dat zulke heerschappijen op vloertoernooien het ook niet altijd makkelijk hebben. Hè. Peter Wright, die voor de zoveelste keer van Kim een 6-0 kreeg, dat gebeurt ook niet zo vaak. Dus ja, die spelers die zijn we gewoon van op een podium te zien. En op een podium kunnen die mensen net iets meer dan anderen, maar op de vloer. Ja, op de vloer kan iedereen van iedereen winnen momenteel. Dat is gewoon zo'n gek gegeven. Plus de kalender is loodzwaar, dus ik kan begrijpen dat Aspinall Peter Wright niet alle vloertoernooien hebben meegespeeld. Wat dus de kansen op deelname ook enorm doet slinken, hè. Ja, ze hebben allebei tijdens de Premier League, daar hebben ze natuurlijk aan meegedaan, hebben ze allebei heel veel geskipt. Zo van aan het einde van het jaar gaan we dat nog wel compenseren. En Espinel zei ook: wees maar niet bang, ik ben daar gewoon bij. Maar ja, nu met nog twee toernooien, hij staat op de 92e plek. Ik denk niet dat hij het gaat halen. Nee, hij gaat er al eentje moeten winnen, of toch tenminste een finale spelen. Dus dat Ja, wordt zeker. aartsmoeilijk. Want die andere jongens, die hebben al die toernooien gespeeld. Die weten wat ze moeten doen eigenlijk om zo'n vloertoernooi tot een goed einde te brengen. En dan is het maar lastig om als echte topper daar je tussen te wringen. En het zal echt wel zeer moeilijk worden voor Aspinall om zich nog te plaatsen. Ja, en ook Ja. voor Peter Wright. En ik zeg uit mijn hoofd dat hij 2 jaar geleden, want dat prijsgeld verdedig je natuurlijk, dat hij de Players Championship Finals won, toch? Ja, klopt. Tegen Dat is Spinel was goed het mogelijk. zeker. Ja, dus dan gaat hij heel veel prijsgeld verliezen natuurlijk. Ja, die moet enorm veel prijzengeld verdedigen, hè. Met het aankomende WK, waar hij een half miljoen pond moet verdedigen, dan gaat hij een serieuze duik maken natuurlijk. Ja. Ja, dat is nog om in de gaten te houden. Er zijn nog twee vloertoernooien te werken. En momenteel in de top 64 van die Players Championship Order of Merit staan er vier Belgen met Mike de Dekker, met Dimitri van den Berg, Kim Huibrechts en Mario van den Boogaarde. En dan zijn er ook een x-aantal Nederlanders met Dirk van Duivenbode, Noppert van Veen, Doets van Gerwe, Kist, Veenstra, Van Barneveld, Zonneveld, Landman, Wattimena en Jurjen van der Velde. Om dat verhaaltje toch af te maken. Goed, dan beginnen we nog aan onze korte voorbeschouwing op het EK. Alle Eurotours die zijn afgewerkt tot nu toe, 13 in totaal. Daardoor kennen we het volledige deelnemersveld. En als we kijken naar de loting. Erik, trouwens, jij gaat de eerste avond live zijn als, voor VTM samen met Ja. Rudy in Dortmund. Wel, jullie gaan mooie wedstrijden krijgen op die eerste avond. Ik zie onder meer Nathan Aspinall tegen Ryan Searle, Dave Chisnell tegen Chris Doby. Peter Wright tegen Clemens, Michael Smith tegen Raymond van Barneveld en natuurlijk niet te versmaden Rob Cross tegen de eigen Belg Dimitri van den Berg. Stevige Ja, wedstrijden wel hoor. het zijn zeer stevige wedstrijden. En ja, het is een kort format, dus dan kan het alle kanten uit, hè. Als je goed start, dan moet die andere persoon maar zien dat hij dat kan ophalen, hè. Kort format, dat is altijd een zeer lastig verhaal voor de echte toppers, want die zijn meer op hun gemak als ze een langere wedstrijd mogen spelen. Ja, en zit Dimitri ook niet mee met de loting, dat hij nu dan Rob Cross loodt. Dat is ook niet lekker, dan gaat al niet heel goed op majors. Nee, dat niet. Maar langs de andere kant, je moet toch tenslotte van iedereen kunnen winnen. En ik heb liever dat hij dan tegen Rob Cross in een kort format speelt dan dat hij tegen Rob Cross in een lang format speelt. Dus in een kort format, Dimitri is meestal een speler die enorm snel kan starten. En Rob Cross is meestal de slow starter. Dus ja, is weer een dubbeltje op zijn kant. Ja, maar wat vind je van Dimitri's wisselvalligheid? Want het is wel echt minder op majors, maar ik heb ook elke keer het gevoel dat hij haar kan zomaar ineens het EK gaan winnen dan of zo.
Dat zou zomaar eens kunnen dat hij het WK een goede run zou doen. Dimitri heeft, toen we hem spraken, off the record, dan zei hij gewoon dat hij momenteel net iets minder getraind had in de zomerperiode. De zomerperiode die enorm druk was, 2 weken naar Australië en Nieuw-Zeeland geweest. Hij zei ja, de trainingsarbeid is een klein beetje ingeschoten, maar de focus vanaf september stond gewoon richting WK. Dus ik ben er echt wel van overtuigd dat hij op het WK terug zijn optima forma zal zitten. Ja, daar ben ik ook rotsvast van overtuigd. Nu ja, het Eurotourseizoen werd afgesloten in Hildesheim met de German Darts Championship. En daar kregen we nog een opmerkelijke eindwinnaar met Ricardo Pietrescu. Nog maar de tweede Duitser ooit die op de PDC Pro Tour een titel weet te pakken na Max Hopp. Gaat hij zijn voet stilaan beginnen zetten naast die van Schindler en Clemens? Of is dat nog te vroeg om te zeggen, Erik? Dat is toch denk ik nog een klein beetje te vroeg om daar nu al die druk op die schouders te leggen van Ricardo eigenlijk. Het is een klein beetje afwachten nu, maar op de laatste vloertoernooien heeft hij toch ook weer goed gepresteerd. Dus ik denk dat hij momenteel in een zeer goede flow zit. Als je in een halve finale op een Eurotour tegen Maarten van Gerwen kan winnen, in een deciding leg. Meestal is Maarten van Gerwen de man die een deciding leg naar zich toe trekt, waar hij meestal een 12 dart leg gooit. En nu gooide Ricardo Pietrescu een enorme sterke leg. Hè. Ik dacht dat hij 10 darts gooide. Dus dan mag je zelfs Maarten van Gerwen heten. Dan wordt dat heel lastig om daar overheen te gaan. Ja, hij was aan het begin van het weekend nog niet eens zeker van een plek op het EK. En dus nu is hij als 14e is hij geëindigd op de ranglijst. En dan mag het gelijk opnemen. Ja, natuurlijk. Tegen de titelverdediger mag hij het gelijk opnemen. Roel Smit. Ja, maar ja, ook hier weer hè, hetzelfde verhaal. Hè. Kort format, kan alle kanten uit. En Ross Smit is ook niet de man die, vind ik, bevestigd heeft. Hè. Ross Smit is ook een klein beetje weggeëpt. Nu een beetje terug stabieler aan het gooien. Maar na dat EK heeft hij toch niet zoveel meer laten zien eigenlijk. Nee, dat klopt wel. Maar hij heeft nu wel het laatste vloertoernooi gewonnen. Dus ja, hij lijkt weer plots op te duiken met dat EK-inzicht. Dus we zullen zien wat dat gaat geven. Ja, maar hij was nogal beledigd dat hij toen niet bij de Premier League selectie zat. Toen dacht, ja, laat even wat meer zien en pak door. Want wat Erik zegt, hij heeft niet echt doorgepakt na zijn EK-zegen natuurlijk. Nee, ja, in die Premier League plaats, ja, er waren nog wel andere spelers die ik vond die nog meer recht hadden op deelname. Maar uiteindelijk ja, kiest PDC en dan hebben wij er eigenlijk niks op te zeggen. En is het gewoon de keuze van de PDC eigenlijk die de Premier League samenstelt. Ja. Degene die het laatste ticket pakte, dus de plaats 32 op de European Tour Order of Merit, was Chris Doby. Die moest nog serieus aan de bak als hij op het TK wou komen. En hij komt uit tegen het topreekshoofd van de Eurotours van dit jaar en dat is Dave Chisnell. Daardoor krijg je wel al een eerste leuke partij tussen die twee toch? Ja, maar in principe, als de top 32 in een geleide loting zitten, dan krijg je meestal wel leuke wedstrijden tegen elkaar. Hè. Dus het is niet dat er, eigenlijk een raar woord om te zeggen, dat er pannenkoeken tussen zitten. Hè. Dat er spelers tussen zitten die echt wel beneden niveau spelen. Het zijn momenteel, die eraan deelnemen, zijn gewoon de beste spelers van de Eurotours. Hè. Dus dat mag je niet vergeten. Hè. Dat is weer een ranking apart. Je hebt van alle rankingen. Je hebt vloertoernooien rankingen en je hebt Eurotours rankingen voor het EK dan. Dus als je daar top 32 staat, ja, dan heb je gewoon op die 13 Eurotours gepresteerd. Hè. Nou ja, Damien, voor hetzelfde geld was Doby er niet bij, want hij moest een wedstrijd winnen. En voor hetzelfde geld lag hij er meteen in die eerste partij uit. Ja, achteraf bleek het genoeg te zijn. 1 wedstrijd winnen. Er werd verwacht dat hij misschien nog wel een mooie run zou moeten maken, maar achter hem bleef het een beetje hangen, dus hij werd niet echt meer ingehaald. Hij moest Steve Beaton moest hij voorbij. En hij speelde tegen Lee Evans en die kreeg nog matchdarts om hem te verslaan. Dus voor hetzelfde geld inderdaad was hij er helemaal niet bij en hadden we Steve Beaton gezien. Dus hij is er nu ter nauwnood bij. Hij speelt dan tegen Chisnell en eerlijk gezegd, hoe we Chisnell op major zien, denk ik dat Doby ook gewoon de favoriet is. Oh, denk je dat? Ja, dat denk ik wel. Oké. Okay. Ja, ik vind Chisnell toch altijd wel een naam om rekening mee te houden als soort van dark horse, niet? Ja, op de vloer en op de Eurotour wel, maar ja, het is iets met majors. Hij kan zo waanzinnig darten, maar op majors wil het er nooit echt helemaal uitkomen, in ieder geval. Ja, ja.
Nee, dat is ergens wel waar. Nee, goed. Dit was het dan wat betreft het actualiteitsblokje. Voor we overgaan naar de carrière van Erik, daar gaan we een heleboel over bespreken. Gaan we ook nog eerst even over tot onze rubriek Een minuutje zeuren. Ja, dat ga ik doen. Vorig jaar heb jij dat gedaan in ieder geval. Jij zei dat het erg opluchtte. En ik zat me ook over iets, we waren vanmiddag gaan bellen. Ik zat me over iets op te winnen. En toen zei dit moet jij in een minuutje zeuren kwijt. Dus ik ga eerst even het fragment laten horen waarover ik me heb, nou ja, wat me heeft gestoord. En daarna ga jij een minuut bijhouden. En dan ga ik even los, als het mag. Dus gaan we eerst even luisteren naar het fragment. Is that as good as you felt in an individual game in, the, say, the last year or so? I don't know, because I last played Leicester, which was, what, 2 weeks ago? I've done Selco yesterday. I was at 180s for fun, and that's today is the second time I've thrown since Leicester. Since Andrew battered me on that stage, but yeah. So, yeah, I think it's just the way I'm, you know, I've got nothing to lose. Just come up and throw darts, and they're going right. The new darts are going nice and straight when I throw them right. Ik kan zo zeuren, altijd maar zeuren. Er is altijd wel een reden om te zeuren. Zeur Piet! 1 minuutje startende vanaf nu. Ja, ja, voor de duidelijkheid dus. Gary Anderson zegt dat hij dus niet heeft getraind sinds de World Grand Prix, waarin hij verloor van Andrew Gilding. Nou vind ik het heel leuk om te zien dat Gary Anderson weer goed bezig is. Ik had echt niet verwacht na het WK dat hij het nog zo goed zou doen. Ik dacht echt, hij gaat afvallen en na volgend seizoen stopt hij ermee of zo. Maar ja, hij doet het echt weer goed. Staat ook hoog op de Players Championship ranking, uit mijn hoofd op de eerste plek zelfs. Maar ik kan er zo slecht tegen dat van die spelers die continu zeggen, ik train niet, ik train niet. Het is op talent, weet je. Oh, ik heb sinds de vakantie mijn pijlen niet meer aangeraakt. Dat soort, dat irriteert me echt gewoon. Continu dat benoemen van niet trainen. Zo van heel stoer, ik train niet, maar wel elke keer benoemen. En dat continu gewoon doen in ieder interview. Gary Anderson doet het denk ik echt 5, 6 keer per jaar doet hij het om het te benoemen. Ja, ik storm me daar waanzinnig aan, in ieder geval. Heb ik het binnen een minuut gehouden? Dat is mooi binnen de minuut. Je had nog een 11 à 12 seconden over, dus dat is knap gedaan. Ja, Erik, Gary Anderson die blijft zeggen dat hij niet zo gek veel traint. Is dat eigenlijk netjes naar je collega darters toe? Weet ik, stel me daar toch ook vragen bij. Dus ik baseer me nu gewoon op mijn eigen carrière. Ik weet gewoon, als je 2 weken niet traint, totaal geen pijl aanraakt en je komt dan terug, dan duurt dat minstens 2, 3 maanden voor je dat echte goede gevoel terug hebt. Dus ik heb echt wel mijn twijfels of Gary Anderson volledig niet traint. Natuurlijk, die kalender is zo zwaar dat het trainen er niet altijd bij hoeft te zijn, want je bent eigenlijk dag in dag uit met het toernooi bezig. Maar om volledig te stoppen met trainen, daar heb ik mijn twijfels bij. En ik betrap hem toch ook af en toe dat hij door de mand valt. Dat Ryan Searle zegt van ja, af en toe ga ik toch wel eens bij mijn goede vriend Gary Anderson langs om dan eens een pijltje te gooien. Ja, die zijn toch ook wel trainen, denk ik dan. Ja, maar ik vind ook vooral dat je, hij zegt het elke keer heel stoer, maar ik vind het stoerder als je 7 of 8 wereldtitels heb en wel hard traint. Dat vind ik stoerder dan dat je zegt, ik train niet en ik heb dan die 2 wereldtitels, wat natuurlijk ook heel knap is. Ja, natuurlijk, de worp van Gary Anderson, die leent zich ertoe dat hij niet veel training nodig heeft. Hè. Dus het is een hele naturele worp. Het kost hem geen enkele moeite. Maar geloof me vrij, training heb je nodig, anders kom je niet. Op talent alleen kom je er gewoon niet. Dat is, dat zou echt wel een heel gek verhaal zijn. Ja, dus jij gelooft hem niet wat hij hier dan zegt? Ik heb mijn twijfels, omdat ik weet van mezelf, als ik zelf niet trainde, een week of twee niet aan een stuk, dat ik niet trainde, dat het mij gewoon 2, 3 maanden kostte voor het terug dat echt goede gevoel in die arm, in die pijl te krijgen. Dus ik stel me er vragen achter. Dus ja, het is een lastig gegeven. Hè? Zeggen dat je niet traint en dat continu 100 gemiddeld staan te gooien, want hij gooit nu spelenderwijs 100 en 105 gemiddeld. Ja, je hebt andere spelers die daar uren en uren voor het bord staan te trainen voor hetzelfde resultaat te hebben. Dus een lastig gegeven. Het is tijd voor ons volgende grote blok in onze podcast en traditioneel willen we het dan hebben over de carrière van onze centrale gast. En Erik, eigenlijk de standaardvraag die ik altijd stel aan iedereen om er wat in te rollen. Hoe ben jij in darts gerold en wanneer was dat?
Ja, dat was in 1984, hè, toen we in Antwerpen voor de eerste keer BBC konden ontvangen. Dat was dan net, net na nieuwjaar, kerstperiode, nieuwjaar. Dan is het altijd op de BBC dan het WK. Mijn tante die had een café. Wij hadden dan de darts gezien op de televisie. We hebben een bord opgehangen. Ik heb daar eens op gegooid en ik vond direct dat ik daar aanleg had. Ik was toen 16 jaar. Aanleg had om toch iets te kunnen. En ik heb direct voor mezelf de keuze gemaakt dat ik er volledig zou voor gaan. En het eerste jaar heb ik bijvoorbeeld elke dag 8 uur getraind. Om gewoon maar beter en beter te worden. Dus ik ben er eigenlijk zo ingerold. Omdat ik van het begin al het goede gevoel had dat ik een deftig pijltje kon gooien. Maar ik had natuurlijk een achtergrond van het klein blokje, dus de vogelenpiek, waar je enkel naar de roos moest gooien. Dus ik kon mijn pijlen heel, heel goed groeperen. En dat heeft me gewoon geholpen. Ik kon ook heel goed hoofdrekenen. En dat is ook een spel, iets wat je nodig hebt in het spel. En dat zijn allemaal dingen die eigenlijk helpen tot een goede carrière uit te bouwen. Ja. Damien, voor alle duidelijkheid, vogelenpiek, kennen jullie dat? Ja, dat is wel heel oud, maar zo heette het vroeger toch, het darts? Daar komt het vandaan? Ja, het is eigenlijk nog op een ander soort blok, hè, of blokje dat er wordt gegooid. Hè. Erik, vogelenpiek is niet hetzelfde als darts. Nee. Vogelenpiek, dat wordt op een heel klein rond blokje gegooid met enkele ringen van buiten naar binnen toe. En de middelste score is ook 50, die score er rond is 25, de score daar rond is 20, de score daar rond is 15 en de laatste score is 10 punten. Dus maar eigenlijk... dat deed je al voor je begon te darten? Ja, tuurlijk. Ik ben eigenlijk grootgebracht in een café. Dus elk caféspelletje in het Antwerpse, dat kende ik wel. Dus tonnen bijvoorbeeld, dat kende ik ook. Dat biljart uiteraard. Dus ik heb echt wel alle cafésporten doorzwommen eigenlijk. Vogelpiek hoorde daar ook bij. En dan in 1984 een Engels dartsbord opgehangen. En daar dan proberen op te gooien. En dat lukte me wonderwel zeer goed. Vogelenpiek is bijvoorbeeld, dat is op een meter 70 hoogte. En de afstand is 1,70 meter. Dus iets korter. Wat dus maakt dat je een hele andere worp hebt. Dus je gooit uit de pols. Terwijl darts gooien uit de arm eigenlijk. Oké. Bestaat het café nog toevallig, Erik? Nee, dat is al, lang gesloten. Waar ik over spreek, dat is al dat is van vorige eeuw. Dus dat is, het kon zijn dat het café nog werd voortgezet. Want ik heb zo'n beetje de indruk, Erik, die verhalen van vroeger, bijvoorbeeld Kim heeft een soort gelijk verhaal met zijn ouders die een café hadden en zo met darts in aanraking kwam. Is dat iets dat stelselmatig aan het verdwijnen is? Ook, ja. Nu zijn de cafés heel anders ingericht dan vroeger. Vroeger was het één blokje dat er hing eigenlijk. Nu heb je dartscafés waar er 7 tot 8 tot zelfs 10 standen borden zijn waar erop gegooid wordt. Dus het is eigenlijk een klein beetje toch wel groter geworden. Ja. Erik, je zei net van ja, je kwam snel tot de constatatie van ik kan wel deftig een pijltje gooien. In welke tijdspanne of hoeveel jaar spreken we dan dat je zei van ik kan hier wat meer in bereiken, ik ga hier stappen inzetten? Over welke tijdspanne spreken we dan? Na een maand of 3, 4 heb ik mijn eerste toernooi gegooid. En, dat is heel snel, oké. Okay. Ja, mijn eerste toernooi werd ik tweede en het tweede toernooi won ik. Dus dan wist ik direct dat ik echt wel aanleg had om... toch wel ver te geraken. En dan is dat gewoon zo gegroeid. Hè. Dus eerst het toernooi rond de kerktoren, zoals we zeggen. Dan in heel Antwerpen, dan in heel België, daarna heel Benelux, Europa. En zo is dat maar altijd maar verder en verder gegaan. Ja. Wanneer ben je tot op een punt gekomen dat je zei, nu ga ik het nog verder gaan proberen, nog verder in het buitenland? Vanaf 1987 was het al. In 1987 ben ik samen met
Ja, Stefan Ekelaerts, die ook een heel goede speler was, waar ik heel veel mee optrok, waar ik heel veel mee trainde, zijn we zelfs naar Berlijn gereden om een toernooi te gaan spelen. In 1989 dan kregen we het ook het lumineus idee om even gewoon de plas over te steken en naar Amerika te gaan voor daar een toernooi te spelen. Als ik dat toen zei in mijn entourage van ja, ik ga in Amerika een toernooi spelen, een weekje Los Angeles, een weekje Las Vegas, dan verklaarde iedereen mij zot. Maar ja, uiteindelijk heeft mij dat toch gebracht tot de speler die ik geworden ben eigenlijk. Ja. Stefan Ekelaerts, Damien, is dat een naam die jou iets zegt? Nee, dat zegt mij helaas niks. Het kan aan mij liggen, maar het zegt me niks, nee. Dan vind ik dat wel eens een mooie om nog even te benadrukken, want de man is intussen helaas niet meer bij ons. Erik, Stefan Ekelaerts, is dat een van de beste Belgische darters die jij persoonlijk gekend hebt? Of meegegooid hebt? Mee van. Dus, er zijn nog wel enkele, maar Stefan is toch wel een van de spelers. Ja, natuurlijk, omdat ik er heel vaak mee getraind heb, heel vaak mee tegengegooid heb. Dus dan schat je die toch nog altijd iets hoger dan bijvoorbeeld een speler die je maar 3-4 keer op een jaar tegenkwam. Maar Stefan was een zeer, zeer goede speler. Hij heeft een jaar aan een stuk elk toernooi in België gewonnen. Heeft ook op het WK gestaan, heeft ook op het EK gestaan. Daar speelde ik ook een nationale ploeg mee. Ja, een zeer goede speler, maar er zijn er nog wel in België die echt wel heel, heel hoog stonden, hè, zoals Leo Laurens en zo, en Felix Smaal, Pop Renard, ja, noem ze allemaal maar op. Het zijn echt wel kleppers in die tijd. Ja. Werden jullie raar bekeken als je de eerste... Ik probeer mij in te beelden, Erik. De eerste keer dat jullie bijvoorbeeld een toernooi in Engeland gaan doen, werden jullie dan raar bekeken van wat komen die Belgiërs hier doen? Nee, eigenlijk niet, want België had echt wel een zeer, zeer goede naam in het dartscircuit eigenlijk. De voorlopers voor ons, Luc Mareel, Frans de Voogd en Frenkie Brunel, ja, noem ze allemaal maar op. Dat waren eigenlijk Willy Loggie, Sonneville, Freddy Labus. Dat waren allemaal spelers die echt wel hoog aangeschreven waren in Engeland. En niet alleen in Engeland, maar ook werd af en toe een toernooi georganiseerd. Landentoernooien, dus 6 landentoernooien. Waar België toch altijd heel hoge ogen scoorde eigenlijk. Ja, ik vind het wel een interessante discussie. Je had het net over een van de beste Belgische darters. We hadden een paar uitzendingen geleden Kim Huibrecht. Die vond zichzelf de beste Belg aller tijden. Kan jij je daarin vinden, Erik, of niet? Je kan dat niet vergelijken. Hè? Dus de periode waar bijvoorbeeld Luc Mareel speelde, dan was hij toen de beste Belgen op dat moment. En dan heeft hij gewoon ook een kwartfinale op een WK gespeeld. Dus dat is een prestatie die je gewoon niet mag onderschatten. Dus dat is ook een van de betere spelers van België. Leo Laurens heeft een tijd nummer 1 van de WDF gestaan. Ook een van de betere spelers van België. Ik zelf heb een kwartfinale gehaald op een WK. Ik heb tal van Belgische titels gehaald. Dus ik hoor ook een klein beetje in dat rijtje. Kim Huibrechts, die heeft 6 of 7 jaar de Belgische dartsport gedomineerd in België en in Engeland. Maar om dan jezelf te bestempelen als de beste Belg aller tijden, ja, dat is ook weer zo'n gegeven waar je eigenlijk, ja, dat is net hetzelfde of je stelt de vraag, wie is de beste voetballer, Maradona, Pele of Johan Cruijff? Ja. En nu Messi erbij. Dus dan ja, je kan dat niet vergelijken. Al die spelers die ik opnoemde, in hun periode waren zij de beste op dat moment. Maar de beste aller tijden, ja, dat is appelen en peren vergelijken. Dimitri van den Berg heeft bijvoorbeeld de World Matchplay gewonnen. Dus dat is nog een categorie hoger dan de prestatie die bijvoorbeeld Kim heeft neergezet in zijn prestaties. Maar Kim heeft gewoon ervoor gezorgd dat de weg is geplaveid. Ik heb mijn steentje daar ook bijgedragen. Ik heb maar 2 jaar PDC gegooid, maar ik heb mijn steentje daar ook bijgedragen. Maar Kim heeft eigenlijk de weg geplaveid die er nu is voor alle andere Belgen. Hè. Ja. Zonder Kim was er bijvoorbeeld geen Dimitri van den Berg bij de PDC. Hè. Dan had hij waarschijnlijk Belgische ploeg gegooid, WDF blijven gooien. Maar Kim heeft er gewoon mee voor gezorgd dat Dimitri mee naar de PDC is gegaan. En met alle gevolgen van dien. Dus
Dimitri die het momenteel toch stabieler doet dan Kim. Ja, durf je dat echt te stellen dat het aan de hand van Kim Huijber is dat Dimitri van den Berg echt is opgeklommen? Mede door. Kim heeft Dimitri overal mee naartoe getrokken. Die heeft ook voor gezorgd dat Dimitri in een management team is gekomen. Heeft gewoon alles doorzwommen. Heeft hem gewoon het een en het ander aangeleerd. En dat heeft ertoe geleid dat Dimitri nu enorm sterk staat te spelen. Ja, heeft misschien nu een diepje, heeft nu misschien een diepje, maar dat diepje is gewoon te wijten aan het trainingsarbeid die je er momenteel niet in steekt. Ja, ik kan me wel voorstellen dat het dan, natuurlijk, je bent trots op hem, maar dat het wel frustrerend is dat je bijvoorbeeld dan, zoals Kim Huijbers, met 4-0 verliest van Dimitri van den Berg op het laatste WK. Tuurlijk, dat doet pijn. Hè? Kim Kennende, die wil geen 4-0 verliezen. Die wil gewoon het beste van zichzelf geven. Maar op dat moment was het er niet. Op dat moment was Dimitri net iets scherper dan Kim. Maar dat zijn dingen die gebeuren. Hè? Dus dat is even doorslikken en gewoon terug nu timmeren aan die weg. Hè? Ja. En de volgende persoon die er staat aan te komen is Mark de Dekker, die zit ook in de nek van Kim Huijbrechts nu, maar dat zijn dingen waar je mee moet leren leveren, hè. Dus toen ik op de hoogste plaats stond in België, waren er enorm veel spelers die mij van mijn troon wouden stoten, hè. Dus dat is gewoon een gezonde druk eigenlijk waar je mee moet leren omgaan en waar je alleen maar beter van wordt, hè. Dat is die druk die Marco van Gerwen zo goed maakt. Hè? Ja. Welke spelers waren dat toen in jouw tijd dan? De opkomende talenten van toen die jou van de troon wouden stoten? Ja, je had ook Chris van den Berg, je had er Marcel de Vuist, je had er wel enkele hoor, die echt wel stonden te trappelen. Alleen het wezenlijke verschil tussen al die echte grote namen van België en mezelf is dat ik veel meer in mezelf investeerde. En dat wil zeggen dat ik veel meer naar het buitenland toe ging, die reizen zelf bekostigde om daar eigenlijk beter van te worden. Want sponsoring spelen, was er niet. Nee, sponsoring was er niet, dus ik heb eigenlijk altijd met mezelf gefinancierd. En ik heb er eigenlijk nooit een frank moeten insteken, omdat ik echt wel goede resultaten haalde in het buitenland. En het is mede doordat ik heel vaak naar het buitenland ging, dat ik enorm goede resultaten haalde. Dat ik ook bijvoorbeeld spelenderwijs 6 keer WK heb meegespeeld, omdat het gewoon via een ranking is, BDO. Je moet gewoon zorgen dat je bij de zoveel beste van de wereld bent. En als je heel het circuit kan afreizen, dan ben je gewoon elk jaar WK. Hè? Dus wat werd er in mijn tijd gedaan als er nog extra punten te verdienen die je nodig had? Dan ging je gewoon twee toernooien in Australië en in Nieuw-Zeeland meegooien, omdat er toch niemand naartoe ging, omdat het financieel niet haalbaar was om daar te gaan gooien. Maar als je die twee toernooien meespeelde, dan was je verzekerd dat je gewoon een WK speelde. Hè? Vrij simpel. Ja, je spreekt over de BDO en dat je inderdaad 6 keer aan het BDO-WK hebt deelgenomen. Weet je nog het eerste jaar dat je bij de BDO begon te spelen? Het eerste jaar toen ik BDO begon te spelen. In 1990 heb ik de Europese kampioenschap TK meegegooid met de Belgische ploeg. Dus in 1990 was mijn eerste deelname bij de BDO eigenlijk. Ja, en je bent dan... Ik ben in 1990 getrouwd, dat was onze huwelijksreis. Dat zijn dingen die je dan inderdaad niet vergeet. Maar je bent heel lang actief geweest, hè, bij de BDO, Erik. Ja, ik ben heel lang trouw gebleven aan de BDO. En achteraf bekeken is dat gewoon een heel, maar dan ook een heel domme keuze van mezelf. Ik had veel verklaar waarom? Ik had veel sneller moeten overstappen. Als ik veel sneller overstap naar de PDC, dan had ik zelfs prof geworden. En nu stond ik ook, na anderhalf jaar, stond ik echt wel heel hoog op de PDC-ranking. En ik had ook zo een... ik stond net op de drempel van, word ik prof of niet? Maar als ik 10 jaar vroeger overstap naar de PDC, dan had ik... daar ben ik 100% zeker van, veel meer centjes verdiend dan ik nu verdiend had. Ja.
Wat mij wel opviel, ik heb eens een tijd geleden, dat was bij de World Matchplay, Jeff Schuiltjes gesproken. Dat was de eerste Belg ooit op de World Matchplay. En die wist mij te zeggen dat als hij nog op het lokale circuit wou actief blijven, op lokale toernooien wou gooien, dat hij eigenlijk door die deelname aan de World Matchplay eigenlijk niet meer zo welkom was. Was dat ook zo'n gevoel dat jij had? Zoiets van, als ik dit ga doen, dan ga ik meer verliezen misschien. Je wordt buitengekeken. Je wordt gewoon eigenlijk geweigerd van enkele toernooien te spelen. Hè. Dus bijvoorbeeld als je koos voor de PDC, in mijn tijd, dus in jaren, eind jaren 90, dan mocht je bijvoorbeeld geen BDO-ranking meespelen, dus de BDB-ranking meespelen. Dus de Belgische Dartsbond, die weigerde gewoon om je te laten gooien in de Belgische... Ja, competitie eigenlijk in Belgische toernooien eigenlijk. Dus, en ik ben dan in de jaren 97 tot 2003 ben ik een paar keer Belgisch kampioen geworden. Dus dan had ik dat gewoon allemaal moeten laten schieten. Maar achteraf bekeken, nogmaals, had ik veel meer verdiend dan dat ik nu verdiend heb. Ik heb eigenlijk in wezen niet zo gek veel verdiend bij de BDO, WDF, omdat gewoon het prijsgeld bij de WDF gewoon... belachelijk laag was en dat hadden ze zeer snel door. Die top 16 spelers, die hadden zeer snel door, als we bij de BDO blijven, dan betaalt dat onze rekening niet. En als we zo snel mogelijk afscheuren en we maken er gewoon een bond apart van, we gaan in zee met enkele bekende mensen, we schrijven Sky Sport aan, die dan een deel financiert, is ons broodje gebakken. En ik moet zeggen, die top 16, die hebben serieus wat geld genomen eigenlijk die eerste jaren. Ja, want ben je dan niet overgestapt omdat het echt een soort van dirty was om naar de PDC te gaan dan? Nee, ik ben overgestapt en dat was een heel ander gegeven. Dus ik ben in 2003 overgestapt door een akkefietje, is het niet. Het is gewoon Nederland organiseerde twee toernooien. En die twee toernooien die gingen ook zo ongeveer hetzelfde verhaal als de Embassy, dus het WK. Je moest een bepaalde ranking aanhaven. En als je in die ranking bij de top 32 stond, dan mocht je die toernooien meespelen. En op het tweede toernooi, de IDL, werd ik niet, of WDT, werd ik niet uitgenodigd. En ik ging verhaal halen bij de organisator. Ik zeg, luister, ik sta nummer 11 van de wereld op de wereldranking. En ik kreeg daar gewoon ijskoud het antwoord van, luister, dit is een invitatietoernooi en wij nodigen uit wie wij willen. En toen heb ik direct gezegd van, als het zo zit, dan stop ik direct bij de BDO. Ik heb de telefoon genomen, ik heb PDC gebeld, zeg luister, maar toen stond ik nog nummer 11 op de wereldranking, dus ik was sowieso geplaatst voor het WK. En ik heb gewoon naar de PDC, Tommy Cox, toen gebeld. Ik zeg, luister Tommy, ik zeg zo en zo situatie. Ik weet niet of ik WK BDO mag meespelen. Als je mij nu kan garanderen dat ik in het WK PDC zit, dan stap ik per direct, en dat was begin september, per direct over naar PDC. En hij zegt van, daar moeten we even over nadenken. En een uurtje later kreeg ik telefoon, Erik, het is in orde. Als je nu je lidgeld betaalt, dan speel je dit jaar gewoon WK PDC. En ik heb gezegd, oké, in orde voor mij. Ik heb de papieren ingevuld en ik ben per direct overgestapt naar de PDC. Ja, dat is eigenlijk wel een heel straf verhaal, want eigenlijk, Erik, je grootste succes ooit behaal je in de BDO natuurlijk, hè, door de Winmar World Masters te winnen in 1995. Ja, maar dat weet je, die 5.000, die 7.000 pond min belastingen, 5.250 pond, weegt niet op tegenover wat ik had kunnen verdienen bij de PDC. Alhoewel dat die wereldtitel natuurlijk, dat is iets wat ik meeneem tot in mijn graf. Hè. Dus iedereen spreekt mij nu nog altijd aan van die Winmar World Masters titel. Dat is een gegeven dat ik nooit zal vergeten. Dat is iets wat ik enorm, enorm hoog aanschrijf. Alleen, puur financieel gezien, als ik overstap veel sneller naar de PDC, dan had ik nu... had ik waarschijnlijk nu nog gestaan op die toernooien wat nu wordt uitgezonden op de VTM. Hè. Had ik nooit van mijn leven nog moeten werken. Zo simpel is het. Zo simpel is het. Ja, want eigenlijk word je vrij snel een vaste waarde bij
competitie, laat ons zeggen toch in de top 32 van de wereld. En twee keer heb je het PDC-WK meegemaakt. Wat maakte het BDO-WK zo verschillend van het PDC-WK? Jij kan dat beter kaderen. BDO is echt wel, ja, BDO is gewoon heel hoog aangeschreven. Hè. Dus BDO die heeft gewoon een enorme, enorme uitstraling. Dat kan je niet vergelijken met het PDC-WK. PDC-WK is toch nog net iets anders. Maar de bakermat is gewoon, was gewoon het BDO gebeuren. Maar momenteel heeft PDC dat gewoon door het prijzengeld. Je mag niet vergeten, als je nu wereldkampioen wordt, dat is £500.000. Hè? £500.000, dat zijn duizelingwekkende bedragen. Ik zeg niet dat ik ooit wereldkampioen had geworden. Hè? Dat ga ik zeker niet verkondigen. Maar ik had me toch rustig kunnen handhaven in die top 20, top 16 van de wereld. Te meer omdat er enorm veel toernooien zijn nu. Vroeger moesten wij echt focussen op 3-4 toernooien op een jaar. Moesten wij echt 3-4 keer pieken. Nu kan je, als je een goed weekend hebt, kan je een heel jaar goed maken. Hè? Als je die 4 vloertoernooien die nu geweest zijn, als je daar optima forma bent en je wint daar 4 vloertoernooien, dat is £48.000. Hè? Dat is meer dan ik verdiend heb in bijna in heel mijn carrière. Dus dat is duizelingwekkend. Ja, je verwijst er eigenlijk een paar keer naar. Ik had dan misschien niet meer moeten werken. Ik weet dat je daar niet zo heel graag over babbelt natuurlijk, Erik. Want ja, je bent dan een x-aantal jaar, tweetal jaar denk ik, actief bij de PDC, tot dan het noodlot natuurlijk toeslaat op je werk. Ja, tuurlijk, maar het is een beetje een dubbel gevoel. Hè? Want ik ben altijd de speler die verkondigt dat ik deed hele fysieke arbeid, dat ik die fysieke arbeid nodig had om te presteren op het darts gebeuren. Dus als dat zou wegvallen, weet ik niet of ik nog zo goed zou kunnen gooien dan wanneer ik fysieke arbeid lever. Kijk maar naar er zijn nog voorbeelden. Kijk maar naar Johnny Clayton momenteel. Die is gestopt met werken. Die fysieke arbeid die valt weg, die routine valt weg. Je moet iets anders beginnen zoeken. Je moet je verplichten om te liggen trainen. Dat plezier is weg. Dat zijn allemaal dingen die ook wel meespelen. Ja. Maar ja. Voor dat hoort wat, hè. Ja. Erik, toen je dat werkongeluk had en je arm was op een x-aantal plaatsen gebroken, had je toen al het besef van dit kan mijn carrière kosten? Of had je dan toch nog op dat moment ergens hoop van dat komt allemaal met operaties in orde? Nee, want dus tot het moment dat ik viel, dan had ik zelfs geen pijn. Tot ik zag dat het mijn rechterarm was, dan hebben ze mij eigenlijk moeten plat spuiten, want ik kon het gewoon niet meer uithouden. Maar in het ziekenhuis werd ik even terug wakker en ik had zo de indruk van, wauw, luister, binnen 3 weken sta ik terug te gooien. En 3 weken later, was ik al 5 keer geopereerd. En dan toen de laatste keer zei die dokter, luister Erik, je arm luxeert telkens, dus je schiet telkens uit de kom. Ik weet het niet meer, dus ik ga je moeten doorverwijzen. En als je doorverwijzen, dan weet je dat het niet goed is. En ze hebben me dan naar een ander ziekenhuis gebracht. Die chirurg, die echt wel een topchirurg op die kwetsuren is, die in Amerika en zo ook opereert. En die heeft meegezocht naar bepaalde oplossingen. Maar het heeft niet mogen zijn. Hè. Dus ik maak enorm veel kalk aan. Dat is allemaal goed, maar niet in een gewricht. Als dat in een gewricht is, dan verstijft die arm, je littekenweefsel. Die arm die maakt geen beweging meer. En dan weet je dat het gewoon vechten tegen de bierka is. Dan laat je die arm nog 7 keren opereren. Maar achteraf bezien is dat gewoon tegen beter weten in. Hè. Je dus 7 of 8 keer is je arm geopereerd geweest, Erik? Die is op totaal 12 keer geopereerd. Goh, man. 12 keer geopereerd. Ik heb 2 experimentele operaties laten doen. Dus mijn hand stond in een neutrale positie. Dus ik kan mijn pols niet draaien. Dus ik heb geen rotatiebeweging. En die arm die staat dus vast. En ik heb die onder lokale verdoving heb ik die laten, mijn onderarm terug laten breken. En ik heb een dartspijl in de operatiezaal
Moeten zeggen van ja, nog een stukje, tot ik het gevoel had van ja, als ik nu die pijl en ik zie op die pijl, dan heb ik die pijl perfect vast dat ik kan gooien. Dus dat was een zeer experimentele operatie. Het tweede probleem was dan dat ik geen flex-extensie had, dus ik moest mijn arm niet plooien of strekken voldoende. Dus dan wat heb ik dan laten doen? Dan heb ik gewoon mijn bovenarm laten breken. Ik heb daar een stuk laten uithalen, dus dat ik de worp wel zou eventueel kunnen doen. Ja, ook hier weer niet gelukt. En dan zei de chirurg, ja, de laatste operatie die we nu nog kunnen doen is heel het gewricht weghalen en dan een prothese steken. Zoals een knieprothese, dus heb ik een elleboogprothese. En ja, op de operatiezaal steken ze dus die elleboogprothese. En ik word wakker en de chirurg komt aan mijn bed staan en zegt, luister Erik, we hebben op de tafel hebben wij uw arm volledig kunnen strekken, volledig kunnen plooien, dus perfect in orde. Ik zeg, oh, ik was ja, over de moon, hè, dus ik was gewoon enorm, enorm blij. En ja, ik kijk dus naar mijn arm en probeer die beweging te doen. En ja, ik had ongeveer 10-15% bewegingsvrijheid. Dus dan wist ik wel van, einde verhalen. En dan zei de chirurg, stort je wereld dan in? Of? Nee, nog niet. Nog niet, want de chirurg zei dan van, ja, wat je nu kan doen is dat kalkproces laten uitwerken en een jaar of 3-4 wachten. En dan terug alles vrijmaken en dan ga je wel die beweging kunnen doen. En dan ja, heb ik dit jaar ben ik nog eens terug bij die chirurg geweest en hij zei van ja, een geluk met een ongeluk. De prothese die er nu in zit, die zit muurvast. Alleen je hebt geen beweging. Dus hij zegt van, het beste is dat de prothese loslaat, want vroeg of laat gaat die prothese loslaten. Hij zegt, maar we gaan er nu niet aan liggen bijtelen of zo, want als we nu die prothese raken, dan kan het goed zijn dat je binnen 6 maanden een nieuwe prothese moet steken. Dus het is nu gewoon wachten tot die prothese volledig lost. En dan wordt alles weer vrijgemaakt, nog eens, en dan wordt er een nieuwe prothese gestoken met dan ja, het eventuele resultaat dat ik een plooistrekbeweging kan maken. Dat ik nog kan darten, dat moet ik gewoon vergeten. Hè. Dat is iets wat niet meer haalbaar is. Maar dat ik mijn arm nog meer kan plooien of strekken, dat is toch wel een gegeven eigenlijk. Als je mij nu ziet wandelen, dan zie je mijn hand altijd voor mijn lichaam, omdat ik mijn arm niet volledig kan strekken. Dus dat zijn allemaal dingen die gevolgen zijn van, hè, van die vallen. Maar ja, het is niet, hè, het is niet anders. Dus ik heb 23 maanden gerevalideerd. En ik heb mij er gewoon bij neergelegd. Ik heb, toen ik aan het revalideren was, heb ik enorm, enorm andere dingen gezien. En het ergste wat ik heb gezien is eigenlijk, toen ik aan het revalideren was, was er een meisje, 21 jaar, Inge. En die liep daar rond met een witte zak. Een witte zak, ja, dat is chemo, hè? Dat is kanker. Hè? En 2 maanden of 3 maanden later vroeg ik aan de kinesist, zeg, ja, ik zeg, waar is ons Inge? En Inge was er niet meer. Dus dan besef je, ja, het is maar die rechtse arm. Hè. Het is maar mijn carrière, dat wel. Maar er zijn vele, vele ergere dingen dan die armen. En ik heb nu een zeer normaal leven, een sociaal leven. Ik doe waar ik zin in heb. Ik geef commentaar op VTM2. Ik ben er terug ingerold, een klein beetje. Maar ik heb nu een zeer socialer leven dan toen ik op mijn top stond. Hè. Toen ik op mijn top stond, dan was ik 40 weekenden op een jaar was ik weg. Hè. Dus ja. Daar heb ik toch wel enorm veel spijt van. Hè. Ik heb enorm veel spijt dat ik mijn kinderen niet heb zien opgroeien. Maar dat is de prijs die je betaalt om topsport te beoefenen. Hè. Ja. Niet meer en minder zou ik het terug doen. Onmiddellijk. Onmiddellijk. Maar Erik, ja, als je tot het besef komt, ik kan niet meer darten. Ik heb wel de indruk dat darts dan echt een tijd lang op het achterplan is geraakt bij jou. Was dat een bewuste keuze, omdat het misschien te veel pijn deed? Of hoe moeten we dat zien?
Het doet nog pijn. Het doet elke keer pijn toen als ik in de studio zit. Het doet pijn. Dan, als je moest tellen hoeveel keer dat ik naar mijn rechtse arm kijk in een uitzending, dat is gewoon 10, 15, 20 keer. Zeker als ik dan wedstrijden commentaar geef waar er 90, 95 gemiddeld gegooid wordt. Dan heb ik zoiets van, maar dat speelde ik toen, 20 jaar geleden ook. Maar, ja... En op het achterplan, ja. Op het achterplan, het is nooit volledig weg geweest. Hè. Dus ik volgde alles wel. Ja, via de computer kan je wel alles volgen. Maar een bewuste keuze dat ik nooit meer naar een toernooi kwam. Als ik naar een toernooi kwam, dan zie je heel veel mensen van vroeger, die je vroeger gezien hebt, die je dan komen, ja... Wat komen vragen aan jou? En die eigenlijk... die eigenlijk best meid, want als ik zeg dat het eenzaam aan de top is, ik heb dat aan de lijve ondervonden, hè. Als je weet dat ik het eerste jaar dat ik 5 sms'jes heb gekregen van mensen, die vroegen aan mij hoe het ermee was. Als je dan 3 jaar later op een toernooi terugkomt en honderden mensen komen dan naar jou toe om te vragen hoe het ermee is, ja, dat is te laat, hè. Dat is... Dus ja, dat is de keerzijde, hè. Dat is de keerzijde. Die ik heb meegemaakt, dat is ook de keerzijde die Dimitri, Kim, Mike, Mario, noem elke topspeler maar op, die zij meemaken. Ja, ik vroeg me af, die operaties, waren die allemaal echt nodig? Of is dat ook wel, zijn het operaties uit wanhoop een soort van geweest? Dat is gewoon puur om te kunnen darten. Dat geen werkongeval had geweest, had ik waarschijnlijk nooit 12 keer aan die arm laten sleutelen. Als ik alles zelf had moeten financieren, had het niet haalbaar geweest. Maar het was gewoon, ik wou vroeg of laat wou ik terug gooien eigenlijk. En ik vergelijk me dan een klein beetje met Marco van Basten. Marco van Basten die zijn knieën heeft kapot laten spuiten in Italië, enkel en alleen maar om te kunnen voetballen. Zijn enkel, dus die heeft dat gewoon laten plat spuiten om te kunnen spelen. En dat had ik ook. Hè. Ik wou, op de een of de andere manier wou ik gewoon terug kunnen darten. Ja, je hebt het wel geprobeerd. Voilà. Voor hetzelfde geld lukt een van die operaties en sta ik gewoon terug te gooien. Hè. Dan is die 2 jaar of die 3 jaar dat ik er tussenuit ben, ja, dat weegt niet op tegenover een carrière van 20 of 30 jaar. Hè. Nee, maar heb je dan wel, denk je, echt die arm met al die operaties uiteindelijk kapot gemaakt een beetje? Nee, want vanaf de eerste operatie had ik geen bewegingsvrijheid. De eerste operatie die ik deed, dan had ik ongeveer een bewegingsvrijheid van een 30, 35 graden. Ik heb mijn arm en mijn pols nooit meer kunnen draaien, dus ik heb nooit geen rotatiebeweging meer gehad. Maar de plooistreekbeweging, ja, die is altijd een klein beetje minder en minder geworden. Dus in het begin had ik nog 30, 35 graden, nu is dat 10-15%. Alleen, als ik nu iets moet nemen, dan komt elke beweging uit mijn schouder. Dus als ik nu iets pak, dan is dat mijn schouder die beweegt. Tegenover als ik met mijn andere arm iets doe, is het gewoon de elleboog die de beweging maakt. Dat is het enige verschil. Oké. Ja, je hebt wel geprobeerd met je linksarm of hand nog te darten, Erik. Ja. Ik heb mij laten wijsmaken dat Kim Huibrechts bijvoorbeeld een linkshandige is die rechts dart. Dus ja, je hebt het dan wel geprobeerd. Ik veronderstel dat jij echt effectief volledig rechtshandig bent en dat dat dan moeilijk was om die switch naar links te maken. Dat ging, denk ik. Ja, dat is enorm, enorm moeilijk. Ten eerste, omdat je eigenlijk, als je rechtshandig bent, dan kijk je meestal door je rechtse oog. Dus ben je rechtsdominante oog. Als je dan met je linkshand gooit, dan trek je je pijl naar je linkse oog, maar je kijkt door je rechtse oog. Dus je zit met een foutmarge. Je bent dus dat niet gewoon. Als je rechtshandig bent, dan is je linker hersenhelft enorm ontwikkeld. Als je dat volledig moet omschakelen, linkshandige, is de rechtse hersenhelft ontwikkeld. Dus dat zijn dingen die je moet meenemen eigenlijk. Ik heb daar enorm veel tijd in gestoken. Ik heb daar 3 jaar mee bezig geweest, 6-7 uur per dag gooien. En ik gooide op een gegeven moment op een redelijk niveau. En op een gegeven moment sta ik thuis te gooien. Ik gooi 180, 180. Ik denk van ja, ik heb het gevonden. Ik ga terugstaan. En ik kreeg hetzelfde wat Nathan Aspinall nu meemaakt. Dus die kon mijn pijl niet meer gooien. Dus die kost je pijl niet meer lossen. Dartitis, zoals ze dat noemen.
Als je dat nooit hebt meegemaakt, dan ziet dat er belachelijk uit, dan ziet het er lachwekkend uit. Maar als je het hebt meegemaakt, dan kan je verzekeren, dat is de hel. Hè. Dat is gewoon de hel. Ik was er echt van overtuigd dat ik linkshandig terug mijn mannetje zou kunnen staan. En zou terug een redelijk niveau kunnen halen. Maar dat mentale spel, dus die blokkage in de hersenen, want de kortsluiting in de hersenen, het is niet meer niet minder, dat kan ik niet overbruggen. Ik heb gewoon pijltjes weggelegd en dan, einde verhaal. Ik heb nu mijn bord terug opgehangen, want ik vond in begin januari, ik heb de Q-School gevolgd. Ik dacht van, ja, misschien moet ik er toch nog eens volledig voor gaan. En ik merk nu gewoon, als ik sta te gooien, en ik leg er echt de nadruk op, echt de druk op, echt focus, dat ik nu al terug problemen ga hebben. Vandaar dat ik rustig aan het afbouwen ben. Ik zal nog wel eens een pijltje gooien, zomaar naar het bord, maar niet meer echt gericht, want dat lukt toch niet. Oké. Okay. Damien, heb jij daar nog voorlopig iets aan toe te voegen, of niet? Nee, ja, wel een indrukwekkend verhaal hoe het zo gelopen is. Dat is wel voor mijn tijd namelijk, dus ik heb het allemaal toen niet echt gevolgd. Wel, ik zeg indrukwekkend om het zo heftig te horen inderdaad. Toch nog twee zaken die ik over jou specifiek het wou hebben. En eigenlijk ja, die jou ook typeren als persoon en als darter. Je stond erom bekend om vreemde finishes te doen. Door al dat specifieke rekenwerk dat je in je hoofd hebt. Want ja, wie Erik Larijs zegt, zegt rekenen. Hoe is dat eigenlijk bij jou ooit gekomen? Dat je zo goed kan rekenen? Nee. Ik weet niet, ik heb altijd heel goed kunnen hoofdrekenen. Dat helpt altijd. Ik ben ook wel... Misschien wel maniacaal met cijfertjes bezig. Bijvoorbeeld als ik in de auto zit en ik kijk naar mijn kilometer. En ik zie van, ja, ik rij nu 90 per uur. Ja, dan ben ik om dat uur ter plaatse. Dus ik ben heel, heel vaak met getallen bezig. En dat helpt natuurlijk. Hè. Dat is zoiets, dat moet je onderhouden. Hè. En hoe meer je dat doet, hoe makkelijker het wordt. Op den duur is het eigenlijk niet meer rekenen. Op den duur is het gewoon weten, hè. Het is gewoon een connectie die je maakt in je hersenen. En hetzelfde als met je rekenmachine. Als je rekenmachine 1 en je tikt 1 plus 1, dan weet dat rekenmachine, ja, dat is 2. Hè. Dat heb ik ook ongeveer. Als ik commentaar geef en als ik aan het darten ben, dan maakt die connectie eigenlijk vrij snel dat ik er niet over hoef na te denken. Ja. Ja, en nu probeer je dat rekenwerk over te brengen naar het publiek dat naar ons kijkt iedere week of iedere maand. Herinner je nog het eerste telefoontje dat je ooit van VTM kreeg om commentaar te komen geven? Ja, tuurlijk. Dan was ik nog aan het werk bij mijn werkgever. En dan zat ik, het was net middagpauze. Ik zat in mijn auto en ik had altijd in mijn auto eten. En ik kreeg ineens telefoon van de receptie. En de receptie zei van, we hebben VTM aan de lijn. Ik zeg, ja, dat is het zoveelste interview. Want het was toch, ik weet dan dat het WK dan eraan komt. Dan is het weer het zoveelste interview dat ik moet geven voor een of andere zender. En het eerste gesprek was van, ja, luister, we gaan u direct op speaker zetten. En dan kwam direct de vraag van, ja, wil je niet eens een keertje commentaar komen geven? En ik zei, ja, ik ben wel gecharmeerd met die vraag, ik wil dat wel eens doen. Ik had daarvoor één keer bij Eleven Sport commentaar gegeven. En toen kwam ik bij VTM en dan moest ik daar een avondje vol praten. En dan zou dat zo goed in de smaak gevallen zijn. Want de dag daarna kreeg ik direct telefoon van bovenaf van VTM. Die dan direct zei van, ja, we willen met jou als vaste analist doorgaan. En eerst was het, moest ik tot aan de kwartfinale commentaar geven. Maar na de kwartfinale kreeg ik een telefoon van, ja, luister, wil je eventueel de halve finale en de finale niet doen? Ja, natuurlijk niet. Waarom niet? En dan heb ik de finale ook nog mogen doen. En dan na dat WK is dan de bal aan het rollen gegaan. Heb ik een gesprek gehad met VTM om dan vaste analist te worden. En zo is dat altijd maar verder en verder gegroeid. En het is zelfs zo ver gegroeid dat ik vorig jaar, per 1 januari, eigenlijk mijn job als magazinier heb opgezegd om
om fulltime voor VTM dit te komen doen, omdat het eigenlijk niet meer te combineren viel. Het werd gewoon te zwaar, 220 werkdagen als magazinier en dan nog 60 draaidagen. Dat is gewoon te zwaar. Dat was niet meer te combineren. Nee. De bal ging inderdaad aan het rollen, dat mag je wel, dat mag je echt wel zeggen, want je hebt ondertussen ook al een boek of boeken uitgegeven over darts. Je geeft heel vaak workshops. Dus ja, darts is terug in een serieuze, prominente rol bij jou gekomen, hè? Ja, het is enorm geboomd, hè? Dus ik hoop dat we hetzelfde gaan meemaken wat ze in Nederland meegemaakt hebben, waar het echt wel aan het rollen is gegaan toen Raymond van Barneveld wereldkampioen is geworden. Dan is daar gewoon enorm veel mensen op de kar gesprongen en hebben er eigenlijk mee gesurfd van dat succes. En ik hoop dat het in België net zo is, dat we nu nog nieuwe namen gaan warm maken om toch wel te investeren in zichzelf en eigenlijk door te zetten in deze, ja, in deze mooie sport, hè. Ja, wanneer heb je voor het eerst het idee van de Darts Academy kunnen lanceren? Ja, die Darts Academy die is eigenlijk een klein beetje gegroeid. Eerst was het de bedoeling dat ik geen workshops zou geven, maar dat ik even ergens een lokaal zou nemen en daar dan een grote workshop ging doen. Maar dan ben je plaatsgebonden, vandaar dat ik nu workshops over heel het land doe. En dan begin dit jaar, dan sprak ik met Rudy Lansens erover om eventueel toch niet alles groter te zien. En de eerste bedoeling was om een x-aantal spelers eigenlijk zelf sponsors te zoeken en die te begeleiden richting Q-School. En dan is VTM2 mee op de kar gesprongen en die zei van ja, luister, allemaal goed en wel, maar we willen het dan wel veel groter maken. En vandaar dat er niet geen 20 spelers zijn, maar dat er ineens 35 spelers zijn gekomen via een selectiedag. Een selectiedag waar ze 3000 inschrijvingen hadden. Dus dat is mega veel. Dat is het grootste aantal inschrijvingen dat ze hebben gehad om eigenlijk een zulke selectiedag te houden. En van die 3000 zijn er dan 2050 effectief gekomen op de dag zelf, wat een echt wel enorm succes was. En dan van die 2050 hebben we dat afgerond naar uiteindelijk 15 spelers die dan bij mijn, die ik en Rudy hadden geselecteerd, bij die personen zijn bijgekomen. En dan zijn we op 35 personen gestrand eigenlijk, waar we nu richting Q-School gaan werken. En van die 35 gaan er uiteindelijk 15 een ticket krijgen voor Q-School te mogen spelen. En dat enorm goed is. Hè. Dat is gewoon weer een extra stimulans. Dat zijn 15 spelers die gewoon zich niet financieel zorgen mogen hoeven te maken om die Q-School te betalen. Want dat is meestal daar wringt meestal het schoentje, het financiële plaatje. Er zijn niet veel personen die graag die 500 euro neerleggen om toernooien mee te gaan spelen. Als je het niet breed hebt, dan is dat gewoon een extra stimulans. Hè. En niet alleen is het een extra stimulans om te gaan deelnemen, maar we hebben ook 10 trainingsdagen ingelast, waar eigenlijk alle spelers tegen elkaar een beetje spelen en waar ik eigenlijk aan de hand van enkele oefeningen en rankings ga uitmaken. Ik niet alleen uiteraard, VTM2 heeft er ook wat in de pap te brokken. Maar er gaan 15 personen sowieso een ticket krijgen voor Q-School. Ja, en je hoopt, ja, dat heb je al in een interview gezegd, dat we bijvoorbeeld kans zouden kunnen maken op een drietal tourkaarthouders. Dat is de hoop die je koestert. Ja. Dus ik veronderstel dat je toch redelijk optimistisch bent en dat die trainingen goed verlopen nu. Ik moet zeggen dat die trainingen echt wel enorm aanslaan, dat er toch altijd van de 35 spelers toch altijd een 90% tot 95% spelers aanwezig zijn. Dus dat is enorm goed. Er zijn enorm, het is een hele een mix van jong talent en oude namen. Maar er zijn echt wel, in mijn ogen, tot een tiental spelers, als echt alles meezit, spelers die het in hun arm hebben om eventueel een tourkaart te halen. Dat is wel echt wel, daar moet echt wel alles mee zitten. Dus dat is wel eigenlijk een utopie.
Maar als er van die 15 spelers, ja, 2-3 spelers zijn die een tourkaart halen, dat zou echt enorm, enorm fantastisch zijn. Hè. En wat ik zie, is dat er potentie zeker daar aanwezig is. Dat is nu wel een uitspraak, Erik, van een x-aantal weken geleden. Ondertussen is er een nieuwtje opgedoken, met name dat één eigenlijk van de 35 in jouw academy, Geert de Vos, heeft gezegd dat hij geen Q-School gaat gooien. De reden is dat voor hem, zo heeft hij gezegd, de Pro Tours midweeks worden gehouden en dat het voor hem onhaalbaar is. Heb je nogal mensen van je academy geweten die twijfelen nu? Nee, want ik heb dat nieuwtje ook vrijdag gekregen van Geert. Dus ik had hem de vraag gesteld van ja, of hij zaterdag naar de training kwam. En hij heeft daar in alle eerlijkheid aan geantwoord dat hij zich terugtrekt. Dat hij eigenlijk liever de kans geeft aan mensen die er vol voor wil gaan. Dan dat hij eigenlijk een ticket afsnoept van iemand waar hij toch niks mee is. En ik heb het dan in de groep voorgelegd. Zeg, luister, zeg, als er iemand nu al zeker is, die zegt van ja, het is niet voor mij, het is niet voor mij weggelegd, het is niet te combineren met mijn werk, heb ik liever dat je het nu zegt, dan dat ik achteraf moet vernemen dat je niet kan deelnemen. En al de spelers die aanwezig waren, die zeiden dat ze er echt wel vol voor willen gaan. Dus natuurlijk Geert de Vos, een speler die ook bij mij hoog aangeschreven stond, om kans te maken, omdat hij het al eens waargemaakt heeft. Dus die weet wat het is eigenlijk om een tourkaart te halen. Maar als Geert de Vos het niet is, dan zal iemand anders dat gat wel opvullen. Er is talent genoeg aanwezig. Het is een beetje ja, het oorprincipe van de Belgen. Hè, het geloof in zichzelf, dat moet er nog bij een paar aangesterkt worden. En eenmaal dat er is, ja, dan zie ik toch wel dat er kans is op 2 à 3 tourcards. Ja. Aan de ene kant hoop ik maar dat er 2-3 zijn. Want als er 7-8 zijn en we schrijven volgend jaar terug de VTN 2 Academy in, dan heb je geen 3000 inschrijvingen, maar je hebt 30.000 inschrijvingen. Want dan associeert iedereen aan 10 weken training. Dan haal ik een tourkaart. Dus langs de ene kant hoop ik niet dat er 5 of 10 zijn die een tourkaart halen. Maar langs de andere kant ja, moet je een beetje realist zijn. En als je al 1 tourkaart kan halen, of 2 tourkaart kan halen, dan mag je als enorm, enorm blij zijn. Kijk naar vorig jaar. Vorig jaar ging er iedereen vanuit dat Andy Baters met 2 vingers in de neus zijn tourkaart ging halen en het is niet gebeurd. En Ado de Blue heeft Robbie Knops zijn tourkaart gehaald. Dus wie had Robbie Knops vooruitgeschoven voor het toernooi dat hij een tourkaart zou halen? Ik denk niet veel mensen. Dus je kan zien dat het toch wel raar kan lopen op dat toernooi. En het zal de taak van mij zal zijn, die 15 spelers die ik afvaardig, dat ik die de nodige rust kan geven en de nodige begeleiding kan geven om hen toch net dat percentje bij te brengen wat het verschil kan maken. Ja. Heb jij daar nog een vraag rond, Damien, rond de Darts Academy als Nederlander zijnde? Ik begreep wel dat het enige kritiek was omdat je natuurlijk ook zelf spelers mocht selecteren. Hoe is die selectie zeg maar gegaan, vraag ik me dan af. Nee, dus de eerste 20 spelers, dus het was de bedoeling dat ik en Rudy zelf sponsors ging zoeken. En zelf sponsors ging zoeken om spelers te duwen richting PDC. En ik had dus, ik doe enorm veel workshops. En ik had van mijn 20 namen, had ik 13 namen genomen die ik in de workshops tegen had gekomen. En die mij opvielen, waar ik iets in zag, waar ik de arm, waar ik een goede arm in zag, een goede ingesteld had. En dan heb ik nog een 6-7 namen erbij genomen, echt wel gekende namen. Dat was het eerste verhaal. Dus het eerste verhaal was gewoon de eerste 20 spelers. Ik en Rudy zoeken sponsors. En we duwen die 20 spelers richting PDC. Naar Q. Maar dan is VTM er mee ingestapt. De VTM zei van ja, we trekken het gewoon heel groot open. En we maken er geen 20 van, maar 35 van. Alleen, we gaan die 35, niet alle 35 sturen. Want ja, je moet toch altijd voor iets spelen. En we gaan die afslanken naar 15. Ja. En zij hebben dan
de kosten op zich genomen, wat dus ja, enorm goed is. Hè. En houdt het dan na Q-school, zelfs pakken drie tourkaarts, houdt het dan daarna houdt het op of gaat de begeleider dan mee de tour op? Dat gaan we sowieso bekijken, maar als er drie tourkaarts gaan gehaald worden, dan gaan we die ook via VTM2 sturen om het circuit af te gaan. En dat is gewoon financiële ondersteuning die we dan gaan uitwerken met dan die tourkaarthouders zelf. Dus dit houdt niet op bij de Q-school. Voor mij ook niet. Dus als je Q-school speelt, dan, en je haalt geen tourkaart, dan mag je meedoen aan de Challenge Tours. Dus iedereen die Q-School speelt van VTM2 uit, die ga ik sowieso blijven volgen en ga ik sowieso verder blijven begeleiden. Dat is geen enkel probleem. Ja, en die financiële steun, is die ook voor spelers die op de Challenge Tour bijvoorbeeld gaan spelen of bij de WDF? Bij de WDF zal het sowieso niet zijn dat de WDF niet aantrekkelijk is voor onze uitzending, omdat dat bijna nooit in beeld komt. Maar als die Challenge Tours dan ook wel aantrekkelijk zijn, bijvoorbeeld die Q-School, als je die speelt, dan mag je ook plaatsing voor de Eurotours gaan doen. Stel dat er een van die spelers een ticket haalt voor de Eurotour, ja, dan gaan we die natuurlijk volgen. Hè. Dat staat bij de kijf. Oké, okay, ja. Okay. Ja, maar goed. Dus het verhaal houdt niet op bij Q-School. Dus als er tourkaart gehaald wordt, dan gaan we er sowieso verder mee. Ja. Ik niet okay, alleen, maar VTM2 ook. Ja, dat is alleszins een hele mooie boodschap nu. Erik, ja, de laatste jaren beteken jij heel veel voor darts in België. Je bent een van de gezichten in België. Ik merk dat altijd aan de lijve. Als mensen jou zien, ze willen met jou op de foto. Je hebt onlangs op het dartsgala in Hasselt een Lifetime Achievement Award gekregen. Wat doet dat allemaal met de mens Erik Larijs? Want dat is toch iets dat je niet gewoon raakt, denk ik, hè? Nee, dat is een erkenning. Hè. Erkenning die ik nu krijg. En de erkenning die ik nu krijg, die ervaar ik nu veel beter dan toen ik op mijn top was. Als ik op mijn top was, dan was er heel veel haat en nijd en jaloezie in het wereldje. En nu, is dat voor mij een persoon, Erik Larijs, dat enorm veel... Veel geminderd, omdat ik eigenlijk geen concurrent meer ben. Hè. Dus nu is het net iets makkelijker. Maar een prijs halen zoals een Lifetime Achievement Award, dat staat heel hoog aangeschreven. Hè. Dat wil zeggen dat ik toch iets betekend heb voor de sport. En dat is alleen maar goed. Hè. Dat is, daar kan ik alleen maar dankbaar voor zijn dat ik dat heb mogen meemaken. En darts is en blijft mijn passie. En ik zal zoveel mogelijk steun geven aan iedereen die pijltjes vastneemt en ze zoveel mogelijk, zo goed mogelijk te begeleiden ook. Ja, wat vond je nog van het dartsgala? Goed, hè. Het was een uitgelaten sfeer. Leuk, hè? Ik vond eigenlijk de zaal een klein beetje te groot. Als de zaal niet volledig vol is, dan is dat altijd een klein beetje jammer. Hè? Dus nu had je een zaal waar 8000 man in kon. We hadden 5500... personen aanwezig, dus dan heb je nog altijd 2500 die er nog extra bij kunnen. Hè. Dus daarom dat ik Wiezen zo'n fantastische zaal vind. Hè. Wiezen is gewoon 3000 man. En dan weet je gewoon van de eerste minuut tot de laatste minuut, dat is een vol huis. En ook dat is een vol huis dat je kan controleren. Hè. Stel dat er een zaal is van 10.000, 15.000 man en er gebeurt iets, dan krijg je dat nooit onder controle, die 3000 man. Kan je perfect monitoren, hè. En ja, de zaal leent zich er ook toe. Hè? Dus een hele, hele leuke, mooie zaal. Het geluid blijft mooi hangen. Geen tribune. Vind ik ook altijd een dooddoener. Een tribune in een zaal doet altijd... Ja, dat neemt toch altijd een stuk van de sfeer weg. Want in die tribune kan je niet weg. Als alles op de grond is, dan kan je... Ja, bij wijze van spreken links en rechts zelfs een dansje placeren. Dus dat is altijd wel... Of eventueel de Polonaise dansen. Dus dat is allemaal veel leuker dan dat je in een zaal en een tribune hebt staan. Ja, enige minpuntje is wel dat het er heel warm kan zijn in de zaal. Vooral voor ons als commentatoren, wij die op het balkon zitten, waar de warmte naar omhoog gaat, kan het wel eens heel warm zijn. Maar dat is de bluts met de buil.
Dat nemen we er graag bij. Hè. Dus, maar elke keer als je wiezen gedaan hebt, je hebt daar commentaar gegeven en je moet de week daarna terug in de studio kruipen om een ander toernooi te bekommentariëren, dan is dat toch ja, een heel ander gegeven. Hè. De hele atmosfeer is anders. Het gegeven is anders. Dus ja, wiezen. En ja, volgend jaar Antwerp Expo. Dat gaan er gewoon twee datums zijn waar... Waar we darts-minded Vlaanderen gewoon weer die toppers aan het werk gaan zien. Hè. Ja. Nog iets aan toe te voegen, Damien, voor de rest of niet? Nee, ja, dat ik er zin in heb volgend jaar ook in Antwerpen om te gaan zien. En ik zag de foto's voorbij komen dat het er erg leuk uitzag, dat Belgische darts. Je moet eens komen, hè? Naar Wiezen of naar Antwerpen. Nou, wie weet. Ik laat me graag uitnodigen door jullie heren. Dus ik ben benieuwd. Komt in orde. Nu ja, we kunnen ook nog zeggen dat Erik niet alleen in de prijzen viel. Want ook Andy Bates en Dimitri van den Berg die vielen trouwens in de prijzen. Andy Bates als Rising Star en Dimitri van den Berg met de beste Belgische prestatie door zijn halve finale op het voorbije WK. Dat lijken me ook terechte prijzen, Erik, toch? Ja, langs de ene kant wel. Langs de andere kant kon je ook nog eventueel zeggen François Faye, die toch wel een knalprestatie heeft neergezet. Die... Open België op zijn naam heeft geschreven. Dat was 35 Absoluut. Jaar geleden toen er nog eens een Belg dat toernooi gewonnen heeft. Dus het was wel ook wel voor hen iets te zien dat hij daar eventueel zou kunnen winnen. Maar halve finale op een WK is en blijft halve finale op een WK. Ja. Dat is gewoon het toernooi van het jaar. En als je daar goed presteert, ja, ben je terecht een winnaar natuurlijk. Michael May Mason, Michael May here. Wayne, welke Michael is het nou? Goed, ja, vooraleer we overgaan tot de dilemma's die we met onze drieën gaan bespreken, kunnen we even overgaan tot onze rubriek Welke Michael is het nu? Dat is onze lookalike rubriek die we meteen in onze eerste aflevering hebben gelanceerd. En deze keer, Damien, hebben we vanuit België iemand gevonden waarvan we toch vinden dat hij toch wat weg heeft van Michael Smit. Ja, zeker. Hij heeft zeker wat weg van Michael Smit. Hij is nu hier in beeld in ieder geval. Ja, ik vind hem echt erop lijken met die tatoeages en die baard natuurlijk. En hij heeft ook, hij kijkt een ja, beetje... Hè? De baard zou nog iets ruiger mogen zijn. Het gaat om Ludovic Rubin. Dat is een jongen uit het Brusselse. Niet onbekend in het wereldje trouwens. Goeie vriend van Mike de Dekker, Ludovic Rubin. En ja, hij wordt dus door sommigen de Michael Smit van België genoemd, om het zo te zeggen. Ja, hij kijkt ook heel nonchalant. Dat maakt het misschien wel mooi. Omdat als iemand die op Michael Smit lijkt heel moeilijk kijkt terwijl hij aan het darten is. Weet je wel, Michael Smit heeft natuurlijk die soepele worp. En altijd dat het een beetje nonchalant lijkt. Maar dat is, ja, het is gewoon het talent wat hij heeft natuurlijk. En zo kijkt Ludovic kijkt ook. Of Ludovic, moet ik zeggen? Ludovic. Ken je Ludo persoonlijk of heb je die al eens gesproken, Erik? Ik heb wel eens gesproken. Hè. Ik ken, zijn vader ken ik beter natuurlijk. Hè. Jean-Marie die ken ik beter dan... Dan de zoon, hè. Maar de zoon die speelde in dezelfde periode als mijn zoon speelde. Dus natuurlijk dat die jongens ken natuurlijk. Ja, kijk. Ik vind persoonlijk zelf dat hij ook wat weg heeft van Zwangere Guy. Zwangere Guy, dat is een rapper vanuit het Brusselse. Misschien dat we ook nu in de episode terwijl een foto kunnen tonen van Zwangere Guy. Alleszins, ik vind hem een beetje een mix van Michael Smit en Zwangere Guy. En daarom, als ik Ludo zie, dan noem ik hem nu Zwangere Smit als bijnaam. Dus... een grapje tussendoor. Dat moet ook kunnen. Trouwens, de foto die we mochten gebruiken van Ludo is eentje die getrokken is door Megan Michaud. Dat is de dochter van Thierry Michaud. En Thierry Michaud, dat is ook geen onbekende, hè, Erik? Nee, dat is ook een zeer, zeer gekende naam in het circuit eigenlijk van enkele jaren geleden. Dus die heeft ook enkele leuke uitslag gehaald. Ja, een zeer fijne man inderdaad om mee te spreken. Het is een Franstalige man, maar ik moet altijd specifiek in het Nederlands praten tegen hem, zodoende dat hij zijn Nederlands kan bijspijkeren. Maar een heel fijne man en ook Megan trouwens, heel fijne vrouw om te spreken. Voilà. Dit gezegd zijnde kunnen we dus overgaan tot onze dilemma's. Ja, laten we nog benadrukken dat mensen natuurlijk zelf kunnen insturen voor deze rubriek. Welke Michael is het nou? Als je iemand hebt waarvan je denkt, nou, die lijkt heel erg op Peter Wright, Michael van Gerwen, Gabriel Clemens, zeg het maar. Stuur het naar ons via Instagram en dan, wie weet, komt het terug in de aflevering. Ja, belangrijk dat je dat nog vermeldde, Damien. Dank u.
130! Goed, we gaan stilaan afsluiten, maar voor we dat gaan doen, Damien, gaan we misschien nog een aantal snelle dilemma's afvuren, waar we ook een snel antwoord op gaan proberen zoeken met z'n drieën in de laatste, laat ons zeggen, 10 minuutjes nog van deze episode. Ja, ja, inderdaad. Ik zal ze opgooien en dan lijkt me handig als we in de volgorde beginnen van Erik, Matthias en dan ikzelf. En dat we dan een beetje doorheen lopen. Dan heb ik als eerste, ja, Petresco, dat is wel een goeie. Die zien we volgend jaar de top 16 van de wereld. Ricardo Petresco, Erik. Top 16 van de wereld volgend jaar. Nee, zeker niet, zeker niet. Top 20, 25 schat ik die in. Maar top 16, dat vind ik toch nog net iets te hoog gegrepen. Voor volgend jaar. Hè. Misschien binnen een jaar of 4, 5, wanneer hij echt maturiteit heeft gewonnen. Maar dit nu, nee. Het is, die zit nu in een goede flow. Die heeft gewoon een toernooi gewonnen waar echt alles mee zat. Mag niet vergeten hoe dikwijls gaat het voorvallen dat hij tegen Maarten van Gerwen een deciding leg een 10 darter gooit. Dat is misschien één keer in once in a lifetime. Dus, en als hij daar gaat zitten, dan spreken we nu zeker niet over Ricardo Petresco. Als hij daar gaat zitten tegen Maarten van Gerwen, dan heeft hij een mooi parcours, heeft hij halve finale gespeeld. Maar dan is het maar halve finale. Hè. Dus ja, nou, beetje te snel, vind ik. Ja. Akkoord. Oké, okay, ja, ik denk ook oneens inderdaad. Ik denk dat dat niet gaat gebeuren. Want de tweede, de PDC snijdt zichzelf in de vingers door de PDC. Ik doe hem opnieuw. De PDC snijdt zichzelf in de voeten door de Players Championship toernooi door de week te gaan organiseren. Ja, klopt. Klopt. Er gaan nu enorm veel talenten verloren gaan. Talenten die het niet kunnen opbrengen om door de week vrij te nemen en die toernooi te gaan spelen. Dus er gaan echt wel, niet alleen in België, maar ook in Nederland, Duitsland, er gaan talenten verloren gaan, sowieso. Ja. Helaas. Ja, klopt. Ja, ben ik ook mee eens. Felicero staat weer op de Grand Slam of Dart en het WK. Gaat zij weer stunten? Ik denk niet deze keer. Nee, ik denk dat het verhaal, het sprookje Fallon Sherrick een beetje over is. Nu iedereen weet gewoon nu dat Fallon Sherrick een goede speelster is, die af en toe die 90-95 in de arm heeft. En ze laten zich niet meer verrassen. De reden waarom ze gewonnen heeft van Mensur Suljovic was ten eerste, het publiek stond volledig aan haar kant. En Mensur Suljovic was gewoon te braaf tegen haar De spelers die er nu tegenkomen, die gaan gewoon zeggen, Fallon Sherrick is gewoon een dartspeler of dartspeelster. Het is gewoon, ze spelen niet meer tegen een vrouw, ze spelen gewoon tegen het bord nu. Ja, eens. Ik denk ook niet dat ze nog een keer gaat stunten, inderdaad. Ik denk dat de andere dames veel meer in vorm zijn dan dat zij is. Dan het winnen van de World Masters in 1995 is net zo knap als het winnen van de World Bachelor in 2020. Ik vind de World Masters nog net iets hoger aangeschreven, omdat je gewoon, om dat toernooi daaraan deel te nemen bijvoorbeeld, moest je gewoon top 4 van je land zijn. En de spelers die daaraan deelnemden, waren gewoon ook winnaars van elk groot open toernooi. In de matchplay 2020 was gewoon de top 32 of de top 16 en top 16 die daar aan deelnam. In 2020 speelde ook zonder publiek. Dat is een heel ander toernooi, een heel ander gegeven. Maar de matchplay winnen is en blijft gewoon een mijlpaal. Hè. Dus de eerste Belg die een groot open PDC-toernooi wint. Ja, dat is ook een mijlpaal. Net zoals die Winmo World Masters, de eerste Belg die een open BDO-toernooi won. Ja. Ja, ik denk toch dat de World Masters iets hoger is dat aangegeven. Maar dat is meer omdat de World Masters de laatste tijd best wel aan het afrollen. Voilà, het is gewoon momentum. Hè. Het is momentum. Hè. Dus als de World Matchplay nu nog zou op de kaart staan met de BDO-bond die enorm groot zou zijn, dan zouden de mensen die BDO-titel ook even ook aanschrijven. De World Matchplay is gewoon een iconisch toernooi. Zoals er nu op de PDC gewoon 10 à 11 iconische toernooien zijn. En vroeger had je, in mijn tijd, had je gewoon 2 toernooien. Hè? De World Matchplay, de World Winmo World Masters en het WK. En dat was het. Nu heb je gewoon en de Matchplay en de Grand Slam.
en de Players Final en de UK Open. Ja, noem ze allemaal maar op. Hè. Je hebt 10 of 11 majors, dus je hebt gewoon 10 of 11 kansen. In mijn tijd had je 2 kansen en dat was het. Ja. Oké, okay. Ik zou nog 1 dilemma doen als uitsmijter, Damien. Kiezen we er nog eentje? Doen we nog eentje. Als Erik Klarijs nog meer aan de slag gaat met Kim Huibrecht, staat hij zo in de top 20 van de wereld. Als hij echt zou luisteren, dan krijgen we hem wel top 24. Top 20 vind ik, dan moet alles weer al op zijn plaats vallen. Top 24, dat moet haalbaar zijn. Top 20, dan moet echt wel alles juist vallen. Bij Kim, Kim is een persoon die te graag dart. Hij speelt gewoon te graag. Het is gewoon en. En dat is soms een dooddoener bij Kim. Hè. Dus hij doet het spelletje veel te graag. Hij zou gewoon zijn toernooien moeten kiezen. En daarnaar pieken. Ja. Oké. Okay. Goed. Dat waren de dilemma's. Vooraleer we helemaal gaan afsluiten, Erik, als volledige afsluiter. Wij gaan binnenkort samen het EK Darts becommentariëren. Als je 1 naam naar voren moet schuiven die het gaat halen, wie wordt het? Oeh. Rare vraag eigenlijk. Even nadenken nu. Hè. Ja. Je Gary komt heel Anderson. Vaak uit bij een Van Gerwen, maar ik weet het zo niet. Is Gary Anderson geplaatst? Nee. Nee. Ik ga voor Price. Ik denk een outsider. Okay. Maakt niet uit wie. Een outsider. Net zoals vorig jaar, Ross Smith. Misschien zo iemand. Misschien wel Chisnell wel, die nog geen major gewonnen heeft. Toffe naam. Ik denk Clemens dat hij ook wel gevaarlijk kan zijn in zijn eigen land. In zijn eigen land, ja. Kort format, ja, misschien wel, maar Clemens delivert niet altijd, vind ik. Nee, dat is waar. Komt net soms te kort. Ja, maar okay. Ja, misschien een Ado de Blue naam. Ja. Ricardo. Heeft Chisnell dikke mooie? Nee, dan zet ik mijn Chisnell, ja. Oké, okay, perfect. Erik, dan willen wij jou bedanken dat jij hier aanwezig was in onze podcast. Je was onze 4e gast. Het is een lange uitzending geweest, maar het is altijd fijn babbelen met de sheriff. Ja, ik doe mijn best. Dank je wel. Normaal gezien, dames en heren, doen we altijd als uitsmijter een quiz met onze gasten. Maar ik weet uit ervaring dat Erik Klarijs niet zo van quizzen houdt. Dus ga ik de quiz doorschuiven naar iemand anders. Een jong opkomend talent in België, met name Rune van Damme. Ik ga er nog een aparte video mee opnemen. Dus Erik, je zal blij zijn dat ik die quizronde doorschuif naar iemand anders. toppertje. Hey, goed gezien van mij. Dus nogmaals, bedankt Erik dat je erbij was. Bedankt beste luisteraars en beste kijkers van Doubletop. We hopen dat jullie genoten hebben van deze uitzending. En Damien, we gaan er heel veel montagewerk in hebben. Nou, in ieder geval was het een leuke uitzending. We zaten druk in de tijd, dus we hebben bijvoorbeeld de WK Qualified nu niet eens door kunnen nemen. Maar dat doen we lekker de volgende keer dan, toch? Yes, dat gaan we inderdaad de volgende keer doen. En wat nu betreft, bedankt dat jullie gekeken en geluisterd hebben. En tot een volgende episode van Double Tap. Dankjewel.